video hebt geklikt en daarmee op mijn YouTube kanaal terecht bent gekomen. Ik ben Monique en zoals je aan de titel hebt kunnen zien heb ik voor vandaag weer eens een lookbook. Ik vind het heel erg leuk om in deze quarantaineperiode veel met mijn eigen kledingkast bezig te zijn. En lookbooks opnemen zijn op het moment echt mijn favoriete dingetjes om te doen. Ik leer op een hele andere manier naar mijn klerenkast kijken. En ik kom echt gewoon weer nieuwe combi's tegen dat ik denk, ja, dit vind ik heel erg leuk. Ik word er heel creatief van. Ik vind het gewoon super leuk. En ja, ik geef mijn kleding ook echt een tweede leven op het moment. Ditmaal heb ik ook weer voor een lookbook gekozen wat prima bij de tijd van het jaar past. En van items die ik eigenlijk voor mezelf niet had verwacht dat ik dat ooit zou dragen. Maar ja, ik heb het zelf momenteel nu ook aan. Ik ga namelijk 5 lookjes aan jullie laten zien met het thema bloemen. En dan kun je vanuit gaan heel over de top bloemetjes gordijn. Of net als wat ik nu aan heb, gewoon een basic topje met een klein bloemenprintje erop. Ja, op het moment vind ik dat gewoon super leuk om te dragen. En zeker in de lente en met de mooie dagen die op komst zijn, dacht ik wel dat dit wel een prima lookbook zou zijn. Ik ga weer 5 lookjes neerleggen voor jullie. Jullie krijgen daar weer een overview te zien. Allemaal weer in verschillende subcategorieën. Allemaal met items uit mijn eigen kledingkast. En deze lookjes laat ik meteen ook weer in de spiegel aan jullie zien. Jullie gaven zelf een tijdje geleden aan van, goh, we vinden dat een beetje te langdradig. En ik merk ook zelf van, ja, weet je, halverwege zal ik ook zoiets hebben. Oké, je hebt er nou genoeg over verteld. Laat nou gewoon die aanbeelden zien. Dus ik ga gewoon dadelijk een overview van de lookjes laten zien. En daarna neem ik de camera mee naar de spiegel. Ja, op het moment moeten jullie toch even met deze filmstudio doen. Het is heel geïmproviseerd, maar ik weet anders ook eventjes niet waar ik het moet doen. En ik wil Jorg en Liver natuurlijk ook niet mee lastigvallen. Ben je benieuwd welke 5 lookjes ik heb gecreëerd met het thema bloemen? Blijf dan vooral kijken. Vergeet niet om alvast die blauwe duim omhoog te doen. En je te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laten we dan maar snel beginnen. Ik heb het afgelopen jaar al verschillende lookbooks gemaakt en die ga ik ook allemaal weer met jullie delen. En alle linkjes daarvan staan ook weer in de bio. Wat ik al zei, ik ga weer verschillende subcategorieën doen. Ik ben heel benieuwd of dat mij gaat lukken. Nou ja, ik hou zelf natuurlijk van die stijl stoer met lieflijk. Dus ik denk dat ik best wel, ja, goed voor de dag kan komen met het bloementhema. Ik laat snel de overview zien en ik zie jullie zo terug in de spiegel. En we beginnen dit lookbook maar extra lenteachtig / zomerachtig. Want ik heb dit fantastische playsuitje als eerste voor jullie uitgekozen. En dit is echt een van mijn favoriete items die ik vorig jaar heb aangeschaft voor de lente / zomer. Ik heb hem helaas nog niet heel veel kunnen dragen omdat hij wel een lange mouw bevat. En we hebben natuurlijk een hele hete zomer gehad. Dus dan vond ik dit gewoon net even te warm. Maar op van die dagen dat het gewoon net warm genoeg is, maar ook weer dat het s'avonds wat kan afkoelen, is dit gewoon een perfect pakje. En mocht het echt wat te warm zijn, ja, dan moet je hem gewoon in de kast laten hangen. Maar ik wilde hem wel heel graag aan jullie laten zien. Want dit is wel echt heel erg zomers, lenteachtigs, gezelligs, bloemenachtigs. Ik heb hem gecombineerd met een gouden ketting en ook met gouden slippertjes. Dat hij toch nog een heel klein beetje glamour uitstraalt. Ik denk dat dit mij een beetje summer chic, zullen we het maar noemen. Gewoon net even wat meer dan een gewone playsuit. Dan met allemaal die ruffeltjes eraan. Er zit hier ook een knoopje. Mocht je toch iets meer willen laten zien, dan kun je hem ook zo open dragen. Ik vind hem echt fantastisch en ik vind het gewoon super leuk. Hij is heel girly, maar toch ook weer, ja, ik denk dat je dit ook wel weer heel stoer kan dragen. En het voordeel is dat je lijkt of dat je een jurkje aan hebt, maar je bent gewoon safe, want het zit gewoon vast tussen de benen. Playsuitje heb ik vorig jaar gekocht bij de H&M. Ik weet niet of dat ze deze nog hebben, maar ze zullen vast soortgelijke hebben. En het riempje komt van de Pomprix af. En waar mijn slippers vandaan komen, weet ik niet. Die heb ik echt al jaren in de kast liggen. Maar dat is, ja, een slippertje. Als je dat niet heel veel draagt, dan kunnen die ook best wel lang meegaan. Dus dit is in ieder geval het allereerste lookje wat ik met jullie wil delen. En ik kan je vertellen, er komt nog heel veel fleurigs aan. En dit is wederom zo'n lookje. Deze moest ook echt in dit lookbook. Dit fantastische outfitje wat ik bij de Primark vorig jaar heb geshopt. En het is ook echt een van mijn favoriete items. Het is zo eenvoudig. Gewoon één item wat je aan hebt en het geeft meteen al zoveel resultaat. En ondanks dat hij dan wel wat donkerder is, bevat hij natuurlijk wel een bloemenpatroontje. En je kunt allemaal helemaal fleurig en all the way bloemen laten zien. Maar ik wil ook zien dat je gewoon met een subtiele bloemenprint en dan met een donkere achtergrond prima voor de dag kan komen in de lente / zomer. Ik heb hem nu off the shoulder gedaan, maar je kunt de mouwtjes ook omhoog doen. Ik vind dat zelf niet zo heel lekker zitten en ik vind dit dan toch een beetje sexy uitstralen, ondanks dat ik dan gewoon een playsuitje aan heb, want dat is dit. Hieronder zit natuurlijk dat playsuitje, hier overheen zit dan zo'n lange, ja,
rok die niet helemaal aan de voorzijde dicht is. Maar dit is gewoon echt zo'n fantastisch item wat je gewoon prima kan dragen op dagen als het even wat warmer is. Het is heel erg luchtig. Ik leef echt in jumpsuits en in playsuits in de zomer. Rokjes vind ik ook wel fijn, alleen dan schuurt het nogal snel tussen mijn benen. En dat is met dit dus niet het geval. En ja, ik vind het gewoon echt super leuk. Het is heel erg vrouwelijk, maar ook weer gewoon wat stoerder. Ik weet niet zo heel goed in welk straatje ik dit lookje een beetje moet zetten. Misschien een beetje in bohemian of zo, of een beetje beachy look, ik weet het niet zo goed. Maar deze moest gewoon in dit lookbook voorbij komen. Wat ik al zei, deze one piece is van de Primark. Mijn riempje ook en mijn slippers zijn ook van de Primark. Je zou hier ook een sandaaltje onder kunnen doen of een hakje. Maar eerlijk is eerlijk, in de zomer en in de lente draag ik bijna geen hakken. Ik wil dan gewoon het liefste eigenlijk op blote voeten lopen. Hakken en ik zijn gewoon, ja, in de winter een prima match. Maar in de zomer wil ik dat allemaal niet. Het is een heel ander kleurtje, een heel ander sfeertje wat ik nu neerzet. Maar het is allemaal met bloemenprint. En ik vind hem eigenlijk wel heel goed in dit lookbook passen. Ik denk dat het juist wel een beetje een verfrissing ertussen is. Maar ja, er komen nog veel meer bloemenlookjes aan voor jullie. En dan is dit alweer lookje nummer 3. Ik geloof niet dat jullie dit jurkje ooit al op mijn YouTube kanaal hebben voorbij zien komen. Maar ik heb die echt al een jaar in de kast liggen. Ik heb hem toen eigenlijk in een opwelling gekocht. En daarna is hij in de kast beland. En nu had ik zoiets van, ik moet daar een keer iets mee gaan doen. Het is een heel leuk, lieflijk jurkje. Zo ben ik zelf niet helemaal. Maar ik denk als je dat op de juiste manier combineert, dan krijg je daar echt wel een heel leuk lookje mee. En ik moet zeggen, ik vind dit lookje eigenlijk best wel heel erg geslaagd. Ik heb het lieflijk een beetje van het jurkje af kunnen halen door het een beetje casual te stylen. Spijkjasje eroverheen, een leuke sneaker eronder. En dan, ja, wordt het toch al een hele andere uitstraling. En nu heb ik het jurkje weer aan en denk ik echt, ik kan niet wachten tot ik deze vaker aan kan gaan trekken. Want ik vind hem nog steeds echt geweldig. Ik hoop stiekem nog een beetje dat mijn benen wat bijbruinen, dat het dan wat meer contrast geeft. Maar ik vind het lookje echt heel erg geslaagd. Ik denk dat dit ook echt wel van de 5 lookjes die ik heb liggen, het meest out of my comfortzone is. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Het jurkje heb ik van de H&M en heb ik eigenlijk zo gelaten. Ik heb er geen riempje of niks bij gedaan. Want het is ook gewoon zo'n zorgmodel. Er zit een elastieke rand. En die is dan van vorig jaar geweest. Hij is heel lekker zwierig. En dat patroontje echt, I love it. En de mouwtjes zitten van die strikjes. En dat vond ik eigenlijk wel leuk. Om dat gewoon onder de mouwen van het jasje uit te laten komen. Mijn spijkerjasje is van de Only. En ik heb ervoor gekozen om sneakers eronder te doen. En het leuke eraan is, die van Adidas van Stan Smith heeft natuurlijk aan de achterzijde wat groen. En er zit groen in het jurkje. Dus dat vond ik eigenlijk wel een leuke twist. En zo met zo'n sneaker eronder vind ik eigenlijk wel leuk staan. Je kunt natuurlijk ook gewoon een sandaaltje of een slippertje onder doen. Maar ik denk dat ik van deze set eigenlijk wel een beetje een casual lookje heb gemaakt. Of van dit jurkje. Ja, deze vind ik eigenlijk ook wel weer heel erg geslaagd. Het is heel anders en ook weer een heel ander sfeertje dan de andere 2 items die je al hebt gezien. Ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk om een beetje te experimenteren. En gewoon verschillende stijlen te laten zien. Ik denk dat dit een beetje de girly casual stijl is van dit lookbook. Heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En dan zijn we aangekomen bij lookje nummer 4. En dan zal je vast denken, goh, daar heb je er weer met al het zwart. Ja, het zou geen lookbook van Mo zijn als er geen zwart outfitje voorbij zou komen. En dan vind ik hem nog heel erg gezellig hoor. Maar ik wil eigenlijk met dit lookje een beetje laten zien dat je ook gewoon bloemenprint heel stoer kan dragen. En ja, jullie weten het ondertussen, ik hou heel erg van die combinatie lieflijk stoer. En ik denk dat dit lookje daar het beste het voorbeeld van is. En eigenlijk vind ik hem wel heel erg leuk zo. Meestal draag ik het zo in de zomer zonder jasje en zonder panty en zonder mijn combat boots. Maar zo vind ik hem eigenlijk ook wel heel erg gaaf. Het is weer een heel ander sfeertje wat ik neerzet. Maar dat vind ik wel leuk van de lookbooks die ik op het moment opneem. Dat ik gewoon iedere keer met thema's of met kleuren of met items gewoon verschillende sferen en verschillende stijlen wil laten zien. En dan is dit lookje daar een prima voorbeeld van. Het rokje wat ik aan heb is een nep overslagrokje en die is van de H&M. En dit topje wat erbij zit, ja, hij schijnt een heel klein beetje door, let daar niet op, komt van de Primark af. En het is echt precies dezelfde kleur roze als het bloemetje wat in het rokje zit. Eerst dacht ik van, zal ik een keer voor rood gaan? Maar ik denk, nee, ik vind dat roze eigenlijk wel schattig. Mijn jasje is ook van de Primark. Mijn panty zijn echt mijn lievelings van de Zeeman. En mijn combat boots zijn van Stel Woede. Dus je kunt best, als je een bloemenprintje hebt en je vindt het vaak tuttig of je vindt het niet passen,
Je kunt het prima op een stoere manier dragen en dan is het nog steeds gewoon een leuke outfit. En dit is daar echt wel een prima voorbeeld van. En met het laatste lookje wil ik jullie laten zien dat het prima kan dat je bloemetjes gewoon alledaags kan dragen. En ik heb dat op deze manier gedaan. Lekker casual op een spijkerbroek, blazertje eroverheen, een leuke sneaker eronder. En dan kun je gewoon prima voor de dag komen. En die andere items die je zojuist hebt gezien waren best wel bont en over de top. Dat is dit topje ook, maar juist door neutrale en luchtige kleuren te gebruiken, kun je ook weer het topje gewoon, ja, een rustig iets geven. Ik weet niet. Het is niet meteen full in your face, maar je ziet wel dat er, ja, wat kleur is, wat patroontjes is. Ik vind hem toch ook eigenlijk wel heel erg leuk, hoor. Ik heb dit topje echt al jaren, zelfs voor mijn zwangerschap had ik het al. En dat kwam omdat er aan de achterzijde zit er een rits en dat was in deze kleur. Het was er nog zo'n tijd dat iedereen allemaal van die gekleurde broeken droeg. Ik ook. En ik had zo'n oranje kleurige broek. Dus dat vond ik super vet om dan dit blouseje daarop te doen. Ja, ik ben blij dat ik van die broek af ben. Want daar hou ik momenteel helemaal niet meer van. Maar ja, het topje heb ik eigenlijk nooit weggegooid. Omdat ik zoiets had van, ja weet je, die kan ik nog prima op een spijkerbroek dragen. En dan heb ik hem dus gecombineerd met een jasje. En vind ik het eigenlijk ook nog gewoon een heel leuk dingetje. Die komt van de Primark af. En wat ik al zei, die kan goed al 10, 12 jaar oud zijn. Het jasje wat ik aan heb is een wat long blazertje van My Jewelry. En mijn broek is mijn lichte high-waisted broek van de Primark. En ik heb ze afgesteld met deze dead sneakers van de Bristol. Je zou hier ook nog een wat nettere schoen onder kunnen doen, maar ik vind juist een beetje die casual look, ja, vind ik dan wel leuker om daar een sneaker bij te dragen. Dus ook weer een heel ander lookje dan de andere vier lookjes die jullie zojuist hebben gezien. Maar ik vind hem eigenlijk prima in dit lookbook passen. En ook met dit lookje sluiten we dit lookbook af. En ben ik heel benieuwd wat jouw favoriete lookje van deze vijf was. Heb je zojuist de vijf lookjes gezien die ik heb gecreëerd met bloemenprintjes? En al met al zijn het echt allemaal lookjes, ja, wederom die bij mij passen. Daarvoor kies ik ze natuurlijk ook uit. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd wat jouw favoriete lookje was. Laat me dat zeker in de comments eventjes weten. Was dit alweer het einde van deze video? Vond je hem leuk? Doe dan even die blauwe duim omhoog. En abonneer je eventjes gratis en vrijblijvend op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik jullie aanstaande woensdag terug te zien bij een nieuwe weekendvlog. En anders volgende week vrijdag weer bij een fashion gerelateerde video. Bedankt voor het kijken. Doei!